Ik ben Fatima Yacoub. Ik ben de oprichtster van de Stichting Hart voor ons allemaal. Dat is eigenlijk begonnen in maart, toen rondom de coronaperiode. Mensen konden nergens terecht, alles was dicht. En toen begon ik vanuit huis eigenlijk. Dit initiatief is echt bedoeld voor mensen die in de knel komen, de minder bedeelden onder ons, gezinnen met schulden. En dan proberen we ze naast begeleiding ook met voedselpakketten. Proberen ze minimaal één keer in de maand en anders één keer per twee weken een voedsel, grote voedselpakket te geven. Nou, Fatima is een wonderkind. Zij heeft de voedselbank opgericht. Ze is bij mij geweest om te vragen van hebben jullie ruimte als coöperatie? En we zien dat er een verbinding in de wijk alleen maar groter is. Ja, het is echt een betere kwaliteit producten dan dat je elke keer groentes of vlees zo weg moet gooien. Humaniteit, daar gaat het mij om. Elkaar helpen, voor elkaar klaarstaan, elkaar ontlasten. Dus vandaar dat ik dacht hart voor ons allemaal, zonder uitzonderingen.